zeg het maar meteen. Het is een puinhoop. En we zijn nog maar net begonnen. Bij Vindy is BTW omzeild. En er is te weinig omzet verantwoord in de boeken. Oké, wat voor bedragen gaat het? Een paar ton. Misschien nog wel meer. Hoe kunnen we dat dan gemist hebben? Ja, het is iets van de laatste tijd. En de jaaroverzichten zijn ook nog niet binnen. Elie. Die denkt, ik ben mijn bedrijf kwijt, jullie zullen het weten. Misschien. Ja goed, hier komen we wel mee weg, maar... Is Vindy alles? Ik weet het niet. Ik heb er een heel team op zitten, maar het zijn echt dozen vol met cijferlijsten. Goedenavond, heren. Ah, ja, politie. Ik mag toch hopen dat jullie me niet komen oppakken? Helaas wel. Ik word namelijk verdacht van het leidinggeven aan criminele fiscale activiteiten. Wat is dit voor onzin? Bij verschillende dochtermaatschappijen van Sanders Inc. is een dubbele boekhouding aangetroffen. Wij vermoeden dat er systematisch en op grote schaal wordt witgewassen. Mag ik u uitnodigen? Zorg dat mijn advocaat ook die kant uitkomt. En waarschuw Janine. Ze is met Jeff, koning.